Het proces van reorganisatie en het verhogen van de standaarden bij het brandweerapparaat zijn in volle gang en worden in 2023 voortgezet. Commandant brandwacht van het Korps Brandweer Suriname, Rajan Jakkeri, zei gisteren tijdens de jaarafsluiting op het hoofdkwartier aan de Gemene Landsweg dat er een aantal voornemens moet worden gerealiseerd. Nieuwe brandweerkazerne Mungo. De werkzaamheden zijn thans hervat en het voornemen is deze in 2023 in gebruik te nemen. Renovatiewerkzaamheden, diverse brandweerposten zullen komend jaar voortgezet worden. En dan kijk ik richting directeur operationele diensten. Goedkeuring van het nieuw concept organogram, KBS. We willen graag hebben dat komend jaar dat een feit moet gaan worden. Verder is ook het voornemen dat in het tweede kwartaal van 2023 de inauguratie van het korpswandel een feit moet zijn. Het project Community Safety is verder in het zuiden van het land uitgevoerd. Jakkeri gaf ook een korte terugblik van de brandweerorganisatie in het afgelopen dienstjaar. Zo is de onderofficieropleiding voor een aantal manschappen om hoger kader klaar te stomen van start gegaan. En is het aantal vrouwelijk personeel gestegen naar 38. We zullen de hoofdlijnen in het proces van dit haast afgelopen jaar en het komende jaar met u doornemen. In het kader van de samenwerking tussen KBS en Brandweer Haaglanden is er een uitwisseling geweest van personeel dat in Nederland een oriëntatiestage heeft doorlopen. Alsmede collega's van Brandweer Haaglanden die hier enkele leersessies op het gebied van preventie, officier van dienst en vakbekwaamheid hebben verzorgd. In het komend jaar worden deze leersessie vervolgd. De afgelopen week is ons korps versterkt met 147 brandwachten, waarvan 13 vrouwen. Er is duidelijk een groei te merken van het aantal geuniformeerde vrouwen. De repressieve dienst van de organisatie heeft tot eind november 2022 7870 meldingen gerespondeerd. Er is 190 keren uitgerukt voor brandmeldingen tegenover 212 keren in 2021. Voor verkeersongevallen is er dit jaar 52 keren uitgerukt, 3 keer minder dan het vorig jaar.